Good afternoon. This is the official beginning of the film. Door hetgene wat ik allemaal meegemaakt heb, en door de reis van hinder naar hier, daardoor heb ik inspiratie of mosterd gehaald om aan die films te komen. Vertrekken uit Kazachstan is een aparte, pijnlijke, grote thema. Ik was nog maar 17. Het was eigenlijk een heel groot chaosmoment, denk ik, als ik me dat goed herinner. Ik probeer dat eigenlijk te vergeten. May I see your documents? Paspoort? But I left my papers at home. Sorry, no documents, no service. Qua kleur heb ik zo grijs en school en banken. En echt totaal geen leuke tijd daar. Hier wel, ook al zat ik hier niet op mijn gemak qua papieren, maar qua kleur, inspiratie, steun, was dat hier wel, ja, zonder te slijmen, hè. Het was echt wel leuk. Igor, may I have fire extinguisher now? Is this all you have? In Administrators zit een persoonlijk verhaal. Eigenlijk een mix van hetgene wat wij in ons vorig land gezien hebben en ook hier in België. Take your ticket, please. Ga upstairs and receive your fire. Hinder is eigenlijk nog groter en absurder, maar wordt meestal opgelost door smeergeld. Hetgeen wat ze hier eigenlijk niet kennen. Ik denk niet dat ik in mijn geboorteland de films zoals Administrators zo kunnen maken. En qua censuur zou ik waarschijnlijk ook door een of andere strenge madame niet aan het waard worden. Hè. Die dan zo, dat is misschien te gevoelig, zou dat niet beter zo een paar dingetjes wegknippen of zo. Ja, hier was ik wel zo vrij als een vogel. Moest mezelf gewoon de grenzen stellen wat ik juist niet wil. How can I help you? There's a fire in my house. I can help you. Fire in my house and house. Listen, I am Stepan Stepanovich. Houses are for Kondrat Kondratovich. Understand? Oké. Okay. Goodbye. Mijn ouders waren ook zo, wat ga je precies doen? Ze vroegen zich af of dat niet te gevoelig of te eerlijk was. Ik heb het toch gedaan zoals ik het van plan was. Hier staan er dan twee beeldjes. De ene heb ik voor Natasha gekregen, net als deze dan. En de andere voor Administrators. Op een festival geselecteerd te worden is al eer op zich. En om daar nog een prijs mee te kappen is uiteraard fantastisch. Hi, I'm Nicola. And this is my story. Film maken is precies zo eelt van de ziel afhalen of zo. Hè. Iets wat al lang prikkelt en kriebelt om met de anderen te delen. En dat allemaal met een saus van humor. Hè. We like to go to European cafe. Can you bring us there? Yeah. Can you bring us there? De frustratie maakt inderdaad deel van mijn films. Die van het verleden en vermoedelijk van die van de toekomst. That is the official beginning of the end.